Ooit hadden ze de grootste pannenkoek ter wereld en waren er olifanten in het dorp. Maar dit jaar zijn er ridders neergestreken. Ja, het is heel gevaarlijk. Het zijn wereldtoppers. Ze komen overal vandaan. Een uitdaging voor de markt of voor de mensen, denk ik vandaag. En voor zwaardvechten heb je toch echt wel wat kracht nodig? Ja, een beetje. Het ziet er wel moeilijk uit in ieder geval, hè? Ja. Voel je ook een beetje in de middeleeuwen? Ja. Ja, je had hem goed te pakken, hè? Ja. Ondanks het gebrek aan tijd en geld doet Nibbikswoud er toch van alles aan om de jaarmarkt in stand te houden. De laatste jaren wordt alles al minder in de omgeving en overal. We hebben 5 jaar terug besloten om een markt weer op te zetten. Na 5 jaar is het denk ik wel een geslaagd succes. Want we hebben ongeveer 20.000 mensen die komen kijken op zijn dag. Het is gewoon een familiedag is het geworden. Het is echt een leuk uitje voor iedereen. Altijd leuk. Mensen doen allemaal hun best en altijd leuk om te kijken hoe of het eruit ziet. En de nodige versnaperingen, vis en andere etenswaren. Leefbaar en ontmoeten weer van elkaar op een andere manier. Hetzelfde dat wij hier weer komen, omdat ik ben hier wel geboren. Dan zie je weer mensen van vroeger en dat is gewoon het leuke eraan. Dit moet blijven.